Hoe vond u het gisteravond, mevrouw? Heel indrukwekkend en heel emotioneel. Ja. En bent u ook naar de snelweg geweest? Nee, dat ben ik niet. Nee. Ik heb het wel op tv zitten volgen, maar niet naar de snelweg geweest. En zijn er ook bekenden wel nu bij, denkt u? Nee, nee, gelukkig niet. Maar ja, het is toch al erg genoeg, dacht ik zo. Ja, maakt niet uit of het bekenden zijn. Indrukwekkend, indrukwekkend. Nederland laat zien dat ze dit niet tolereren. Ze staan echt voor 100% achter de nabestaanden. Voor hetzelfde geld hadden we 2 weken geleden, als Nederland de wereldtitel had gehaald, hadden we daar met een bakje bier tussen je benen gestaan. Nu sta je met een pak zakdoekjes in je handen. En er worden rozen gegooid naar de nabestaanden. Ik hoop dat het een hart onder de riem is voor de familie. Dat het een klein beetje steun wil geven. En ik hoop dat zoiets nooit van zijn leven, maar dan ook nooit van zijn leven meer zal gebeuren. Nou, ik vond het, ja, wat moet ik ervan zeggen, heel droevig, vervelend. Heel erg emotioneer waren we allemaal. Ja. En als ik dan de beelden op de televisie zie, ja, dan rollen de tranen over mijn wangen. Maar ik vond het wel een complimentje aan Nederland dat we er zo mee om kunnen gaan. Helemaal triest. Ja. Dat vind ik dus wel. Maar de verderes een complimentje aan onze mensen en aan onze koningin en onze koning. Want ze zijn overal bij, bij lief en leed. Daar heb ik een complimentje over. Dan mag er vele landen nog eens een keer een puntje aan ruiken. Bent u gisteren ook geweest? Nee, ik ben gisteren niet geweest. Dan heb ik het op televisie gezien. En hoe vond je dat? Ja, heel indrukwekkend. Echt brok in mijn keel, ja. Dat zul je dadelijk ook krijgen, denk ik. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het nog wel erger is. Dus ze vertelde toch dat het heel indrukwekkend is om te zien. Dus ik had zoiets van, vandaag wil ik er toch wel bij zijn. Heel indrukwekkend, ja. Er waren meer wagens dan gisteren? Nou, mijn kleinzoon, de buren, daar gaat het in Rosmalen over. En de overburen. Dus hij was heel erg gebrand om dit mee te maken. Ook, en om zijn verwerking. Dus het was dubbel indrukwekkend. En kon je goed zien? Ja, ik stond helemaal vooraan. Weer indrukwekkend, want het waren veel meer auto's dan gisteren. En ik had ook de neiging om te denken dat ik ook kleinere kisten zag. Dus dat was weer heel bijzonder. En emoties schieten natuurlijk door je lichaam? Ja, die zijn voorlopig nog niet weg.